Goedendag beste kijkers en welkom bij Media Klaagmuur TV. Met als thema vandaag de radioactief besmette chaos die de VS in Irak achter hebben gelaten. Veel meer dan een miljoen doden heeft de US-invasie geëist en bijna 5 miljoen Irakezen tot vluchtelingen gemaakt. De oorlog heeft meer dan een miljoen US-dollar gekost en het inzicht bezegeld dat er geen gerechtigheid meer is. 4 miljoen Irakese kinderen hebben geen ouders meer, gedood door de Britse en Amerikaanse troepen in de oorlog om de olie. Tussen 2003 en 2008 is het aantal weduwen met meer dan een miljoen vrouwen gegroeid. Deze officiële Irakese getallen, die onlangs gepubliceerd werden, staan in een extreme verhouding tot de officiële US-getallen, die slechts van rond 110.000 gedode Irakezen uitgaan. Terwijl internationale studies, bijvoorbeeld Lancet, de echte getallen van slachtoffers aangeven met veel meer dan een miljoen. Verder werden zeven miljoen Irakezen in de oorlog dakloos, vele miljoenen gewond of lijden aan de gevolgen van radioactieve bommen en munitie. De gruweldaad die de Westelijke Alliantie in de illegale oorlog heeft aangericht is onbeschrijfelijk. In Fallujah, een stad 70 kilometer van Baghdad verwijderd, is de radioactieve straling wel 100 keer hoger dan na de Hiroshima-bom. In oktober 2009 hebben zich meerdere Irakese en Britse artsen in een brief aan de Verenigde Naties gericht en eisten een onderzoek naar de verbreiding van de radioactieve besmetting veroorzaakte ziekten in de stad. Jonge vrouwen in Fallujah zijn bang kinderen ter wereld te brengen, omdat iedere vierde pasgeborene binnen zeven dagen sterft en een toenemend aantal verschrikkelijk misvormde baby's geboren wordt. Zonder hoofd, met twee hoofden, met een enkel oog op het voorhoofd, met geschupt lichaam of ontbrekende ledematen. Bovendien worden kleine kinderen in Fallujah ziek door leukemie en andere zich snel ontwikkelende soorten kanker. Het is met zekerheid bewezen dat in Fallujah heel veel tonnen uraniumhoudende munitie verschoten werd. Dat is volgens oorlogsrecht verboden. Maar zo is immers de hele Irakoorlog al op opzettelijke leugens opgebouwd. Zoals het persbureau vars meldt, zijn niet alleen 800.000 Irakezen gewoon verdwenen, maar ook veel geld. Een Irakese voorzitter van het parlement schat. Dat rond 18 miljard dollar aan Irakese ontvangsten tussen 2003 en 2008 gewoon verdwenen zijn. Meer daarover in het document Doodstof. Dit was Klaar met TV. Tot de volgende keer.